Breda Nu. Je weet het meteen. Het Chassé Theater in Breda bestaat 20 jaar. Reden voor een groot feest. En zoals jullie kunnen zien ligt de rode loper hier uit. Van de Paarse Heide, maar vandaag zijn we bij elkaar voor 20 jaar het Chassé Theater. Dat vieren we dit weekend, want vandaag is het precies 20 jaar geleden dat we zijn geopend. En we vieren dan met een aantal activiteiten gedurende het jaar. En vandaag hebben we een groot aantal activiteiten. En een van de dingen die we doen is dat we een eerste exemplaar van ons jubileumboek gaan uitreiken. Marianne de Bier, graag een applaus. Fantastisch, weer een mooi fotoboek van Breda, door een fotograaf uit Breda met haar assistentes. Maar wat natuurlijk nog veel belangrijker is, Kees, van harte gefeliciteerd met de verjaardag van het Chassé. 20 jaar, een mooie leeftijd. En waarvan ik er, moet ik eerlijk zeggen, 17 jaar heel actief als bezoeker ben geweest. Dus als ik vandaag ook iedereen hier weer zie, dan zie ik dat er ontzettend veel mensen uit Breda regelmatig genieten van dit hele mooie theater, wat zo'n prominente plaats in onze stad inneemt. En wat nog steeds meer lijkt het wel de huiskamer van Breda lijkt te worden, met een geweldig cultureel programma. Twintig jaar Chassé vandaag. Vond u het leuk vandaag? Ik vond het heel erg leuk. Wij waren vanochtend al heel erg vroeg bij het ontbijt. En dat was al heel erg gezellig, want andere mensen waar je allemaal contact mee maakt en waarmee je spreekt en zo, dat was al heel gezellig. De sfeer zat er al in. En toen zijn we naar de film geweest. Vonden we leuk. Hele mooie film. En toen daarna hebben we nog een tweede film gepakt. Nou, en zo zijn we de hele dag hier blijven hangen. Eigenlijk voor het eerst. Ik ben gewoon verzeld geraakt eigenlijk. Ja. Omdat we in Breda waren, logeerden een aantal dagen en we hoorden dat hier een festiviteit was. Dus we zijn hier naar binnen geslopen en genoten van alle dingen die hier gebeurden. En heel bijzonder vonden we de taart en het boek wat aangeboden werd. En net zijn mijn optreden geweest van musicalsterren. Allemaal heel bijzonder. Wat is er mooi aan dit theater? Dit is de ontwerp. Hè. Ik ben bouwkundige, dus ik kijk altijd hoe het in elkaar zit. Kom ik er iets vaker, nu wordt het iets minder, maar kijk, ik probeer toch wel zeker één keer in de maand toch wel een keer iets te, of van een theater, van een concert of voor de kinderen. Je probeert toch wel iets, leuke aanbiedingen probeer je wel te volgen en de zondagochtendconcerten die zijn ook altijd wel heel leuk. We staan hier bij een tafel vol met cadeaus, voor wie zijn die cadeaus eigenlijk bedoeld? Zijn voor mensen die van allemaal rand zijn en kinderen die kunnen geen cadeaus krijgen. De mensen die wat doen en zo geven we aan de mensen van allemaal rand. Hoe komen jullie aan al die cadeaus? Want ja, eigenlijk is Chassé natuurlijk jarig. Al de gasten die hier zijn meegebracht voor ons. Het is een actie vanuit het Chassé Theater dan, voor Amarant. Ja. Waar komt hij aan het Chassé Theater? Al 20 jaar.
daarvoor ook altijd in het Oude Theater. Ik vond het toen een enorme omslag. Ik vond het eigenlijk, ja, ik moest heel erg wennen. Als echte Bredaarse dacht ik, oh jeetje, nou wat hebben ze nu gedaan? Maar nu voelt het als thuiskomen en ja, donderdag gaan we weer naar een voorstelling.